Boer Kok en zijn familie wonen in Hoogland bij Amersfoort. Ze leven in harmonie met hun land en hun beesten. Houden ze hun vredige bestaan ook vol als de verstedelijking oprukt en de overheid hen blijft tegenwerken? Gezond boerenverstand versus de regelgeving in de serie Het Land van Boer Kok. We hebben een oud-Hollandse ras nog. Wat je in Nederland allemaal ziet lopen, alle zwartbonten, dat zijn allemaal Amerikanen. Dus 35% in Nederland is Amerikaans vee. En wij hebben nog het oud-Hollandse. En dat zijn leuke kleine koetjes. En makkelijk in de omgang. Dat zijn lieve beestjes. En wij hebben de horens er nog op zitten. En doen de oormerken niet in. Daar hebben we vrijstelling voor. En ja, dat vinden wij leuk om op die manier met de beestjes bezig te zijn. Er was eens een boer. Een boer die leefde met het ritme van zijn koeien. Het ritme dat ook zijn ouders en grootouders hebben gekend. Dit land is mijn leven. Als ik naar achteren loop, dan loop ik heel, toch wel een zekere mate van trots. Een zekere mate van gevoel. En dan denk je weer terug aan al die jaren die hier verstreken zijn. Dit is 43 jaar geleden. En dan nog steeds samen, hè? Ja. Nee, maar dat zijn hele mooie jaren zijn het wel geweest samen. Dat kan ik wel zeggen. Herman en Marta wonen al 40 jaar op de boerderij in het dorpje Hoogland, vlakbij Amersfoort. Ze hebben een melkveehouderij en samen kregen ze 4 kinderen. Martien, die helpt waar nodig is. Jacqueline, die de winkel aan de boerderij runt. Wim en Jos, die meewerken in het bedrijf. Net als hun vader kiezen ze voor de natuur en de gezondheid van hun dieren. Later zou dat biologisch dynamisch heten, maar dat wisten ze toen nog niet. De kinderen groeien op en de omgeving verandert mee. Grasland moet wijken voor nieuwbouw. Het dorpje Hoogland wordt geannexeerd door Amersfoort en Boer Kok wordt omringd door woonwijken. In 1994 komt er een einde aan het harmonieuze bestaan. Eindelijk is in Europa het besef doorgedrongen dat ammoniak een giftig gas is dat bomen ontbladert en de wereld zijn adem beneemt. Europa beperkt de hoeveelheid drijfmest die per hectare mag worden uitgereden. Maar Nederland heeft een andere oplossing. In een nieuwe mestwet wordt de giertank verboden en de mest moet met een injecteur worden aangewend.
De mestinjecteur snijdt met messen de grasmat open en spuit de drijfmest in de grond. Ik bedoel, het gaat er altijd om, het moet eerlijk wezen. Want als het goed voor het milieu geweest was, had ik het gewoon gedaan. Boer Kok gaat door met gieren. Hij wil zijn grasmat niet kapot snijden en de mest van zijn dieren onder de grond stoppen. Nou ja, als dat beter voor de natuur was, dan had de koe het wel zelf uitgevonden door een gat te graven en het onder de grond te stoppen en weer dicht te graven. En als er ammoniak in zit, die er nou in een paar uur tijd uitkomt of in 2 dagen tijd vervluchtig. Ammoniak is een gas, dus eruit gaan doet het toch. Dus je drinkt het daar niet meer terug. Dus waar je het wel mee terugdrinkt is door je koeien veel hooi te voeren en weinig eiwitten. Wij voeren veel vezelrijk voer met geen overdaten eiwitten. En daardoor poepen ze veel dikker. En hebben we hele dikke mest wat niet door de injecteermachine heen kan. In de gangbare landbouw krijgt de koe iedere dag eiwitten in de vorm van krachtvoer. En geeft daardoor meer melk, maar ook veel dunnere mest met meer ammoniak. Ja, onze mest, daar zit, dat zit nog minder dan meer dan de helft minder ammoniak in als bij de gangbare landbouw. Dus voldeden wij al volledig aan de normen. Bovendien, doordat er veel minder in zit, klopt de samenstelling veel beter. Dan heb je ook veel minder vervluchtiging. Ja. En toch worden jullie geconfronteerd met politie op de... Ja, toch word je dan geconfronteerd met heel veel zaken, terwijl je eigenlijk veel beter af voor het milieu bezig bent. En toch word je gezien als een grote milieucrimineel. Toen kregen mijn zoon Wim een bekeuring plus mijn man. Toen zeg ik, nou, waarvoor kreeg ze een bekeuring? Dat ze mest uitgereden hadden. Ja. Toen zeg ik, nou, dat vind ik gemeen. Mijn zoon Wim met de hele avond voetbal zitten kijken in huis. Die was niet buiten. Zijn vriendin was over uit Den Haag. En toen zeg ik, nou, dan ga ik mee getuigen. Ik was nooit meer aan de rechtbank, maar nu voel ik me geroepen als moeder om dat te gaan verklaren dat dat niet waar is. Het proces loopt voor de familie Kok niet goed af. Ze worden allemaal beschuldigd van mijneed. In het daaropvolgende hoger beroep krijgen ze echter hulp van professor Wagenaar, die in een rapport aantoont dat de politie nooit gezien kan hebben wie er op de trekker heeft gereden. Nou, we kwamen in de rechtszaak en we werden prompt allemaal gelijk vrijgesproken. Niet 14 dagen bedenktijd, nee, gelijk door de rechter gaven ons allemaal vrijspraak. Dus dat was natuurlijk voor ons een heerlijk gevoel. Een heerlijk gevoel. Maar dat gold niet voor de agenten die betrokken waren bij deze zaak. Maar daar zouden we later pas achter komen. En boer Kok? Ja, de problemen met de wet blijven net zo groot als hun mest dik is. Lukt het meestal niet om aan de gang te krijgen. En als je het vindt, wel gewend aan, maar het blijft gewoon zitten. Dus zo moet het ook door een slangetje heen, hè? Ja. Maar uit het feit dat ambtenaren van het ministerie dat soort suggesties doen, geeft al aan dat ze zelf ook het probleem wel zien. Ja. Alleen men heeft er niet een echt goede oplossing nee, voor. Nee, ik bedoel maar. En daaruit blijkt dus dat het gewoon goed is dat het ook in de landelijke discussie eens een keer goed wordt neergezet van, jongens, dit is een reëel probleem. En daar zouden we een oplossing voor moeten zoeken. Binnen, ja, of met aanpassing van de reglementen. Het is 1998. Voor de politiek de hoogste tijd de mestwet maar weer eens op de agenda te zetten. Ondertussen werken Herman, Wim en Jos aan een oplossing zoals door een ambtenaar van het ministerie van Landbouw is gesuggereerd. Hun dikke drijfmest mengen ze met hun vaste mest. Hiermee hopen ze te vallen onder een andere regeling, namelijk vaste mest mag wel bovengronds uitgereden worden. Ze nodigen de politie Amersfoort en een deskundige van het ministerie van Landbouw uit. Hierheen lopen. Waar het om gaat is, als we nou straks bij dat gebeuren hier tot de conclusie komen van, nou, als het zo is, hè, zoals je het nu doet, dan moet dat kunnen. Hè, volgens ook het ministerie van Landbouw. Hè, dan moeten wij keiharde afspraken maken hoe we er dan mee omgaan. Ja. Ja? Ja. Want dat betekent dus niet dat we zeggen van, nou, ga vooral je gang, je en we zien het wel. Je kan nu al op een punt zitten dat al in de krant en al vermeld staat, dat het al gewoon
dat die doelstelling helemaal niet meer haalt, helemaal niet, niet. Ja, nee, maar en dat is het punt. Het punt waar wij steeds elkaar tegenkomen, daar hebben we het ook steeds over. Dat is de handhaving van de wetten waar wij voor staan. En het idee van biologische boeren waar jij voor staat. En daar komen we elkaar best wel ergens tegen. Alleen dat moet je met elkaar en met een aantal deskundigen wel even bekijken. Ja, ik ben geen deskundige op dat gebied. Ja, weet ik wel. Ja? Maar, en daarbij laat je elkaar gewoon in elkaars waarde. Ja. Als u gaat uitrijden en wij komen kijken, nou, dan is dat heel gewoon contact. Even kijken. Dat zeg ik ook niet bij andere boeren. Het gaat er maar om waar het ontstaan is en waar uiteindelijk waar we gebleven zijn. En je moet ook niet zoveel meer terugkijken van wat is er nou in het verleden allemaal gebeurd. Ik moet wel af en toe terugkijken, want alle tijd die ik erin gestoken had, als we alle tijd gebruikt hadden om hier de zaak netjes op te ruimen. Maar ik bedoel, het heeft me handen voor geld gekost. Waar ik op let is een klein beetje van hoe ziet het er nou uit als het op het land verspreid ligt. Zonder daar overigens al te veel verstand van te hebben, want daar hebben we een andere man voor bij ons. Maar het gaat dus eigenlijk om het verschil van heb je het nou over verpompbare mest of heb je het over niet verpompbare mest. Ja. Daar gaat het om. En wat concludeert u nu zo als u het ziet? Ik concludeer op dit moment nog even niks. Ik laat dat even aan de deskundige over. Zoals het nu gaat is het nog tegen de regels. De regels zeggen van je mag mest bovengronds aanwenden als die mest niet meer verpompbaar is. Nou, u heeft net zelf kunnen zien, die mest gaat met een pomp in die wagen. Vervolgens doet meneer er wat dikkere mest bij, hele vaste mest. Heeft nu geen voorziening om dat door elkaar te mengen. En daarmee wordt het gewoon heel erg lastig. Soms komt er even dikke mest uit. Maar op de plekken waar de dunne mest eruit komt, dan gaat het gewoon niet goed. Dus wat dat betreft is het voor dit bedrijf zaak om te kijken hoe kan ik de mest dan zo dik krijgen dat het voldoet aan die definitie van vaste mest zoals die in de regelgeving staat. En dan is er niets meer aan de hand. Een zoekherman is een machine die de combinatie van dit doet met een voermengwagen. He, waar je de twee soorten mest gewoon in doet en waar een worm onderin zit die de boel goed door elkaar mengt. Ja, maar die is er niet, dus die moet maar heel erg fabriceren. Nee, maar goed, die moet gefabriceerd worden. Maar ik hoor van je zoon dat je nogal gek van techniek bent. Dus. Er valt me wat over na te denken, maar ik wil alleen weten, als concreet wat hebben waarmee ik uit de voeten kan, dat je daar niet erg naar nou schuldig aan hoort en je kunt een dag later weer de politie je kunnen weggooien. Dan zeg ik van, daar kun je niet op investeren. Dat kan een ondernemer niet. Maar mogen we het komende 2 dagen afmaken of? Op deze manier. Ja, kijken wat je kan. Dan kan je misschien ook wel een beetje anders laden. Dat je eerst een laag dun erin doet en dan weer een beetje dichter op en dan weer een laag dun. Dan vlieg je alles een pan uit. Ja. Nee, een beetje rustig trillen. Ja, dat ging niet zwaar. Dan moet je leren. Afgesproken? Okay. Je bent wel heel zachtjes. Ja, maar hij is met het beleid toch niet even. Hij stond er heel diep na te spijten. Ik zie zo bedrijven gebeuren dat koeien die hebben allemaal stress en zo, dat mag allemaal doorgaan. Hier hebben de koeien geen stress. En je hebt een andere manier van boeren. En dan zie je alle wetten die hier op je afkomen. Dan zitten wetten bij. Die hebben ze gemaakt voor de gangbare boer, maar ook niet werkt. En nou ja, dat is het probleem. Maar dan proberen we elkaar nog halverwege. Ja, dat weet ik wel, maar ik bedoel, maar het is. Als er wat is, hoor. We hebben ook al werk. Datzelfde jaar koopt boer Kok een kar die de vaste mest en de dikke drijfmest mengt zoals Verkerk bedoelde. Hij kost 50.000 gulden, dat is ongeveer 23.000 euro. De politie van Amersfoort wordt op de hoogte gebracht en gaat akkoord. Het gaat nu goed met het bedrijf en ze besluiten de melk voortaan zelf te gaan verwerken. De melkproducten, eieren en vlees, worden in de eigen winkel verkocht. Ja,
De nieuwe mestkar wordt al maanden gebruikt, totdat de wind de verkeerde kant op staat. Dat ging een aantal maanden ging het goed, totdat ik op een gegeven moment in het land reed en toen liepen er vier agenten achter de mestrooier aan te hobbelen. En nou, later bleek werd hij ook behoorlijk chagrijnig, want hij had half onder de stront gelopen. Maar goed, die agenten die vonden dat wij verkeerd bezig waren. En wat was hun klacht? Wat kreeg je ten laste gelegd, zeg maar? Dat wij gewoon aan het gieren waren. Aan het gieren, terwijl je dus een andere kar hebt. Ja. Deze bekeuring was vooral te danken aan politieagenten die in de aangrenzende nieuwbouwwijk wonen. Nou, toen kwam meneer Tunisie aan de deur en die stok in zijn handen. Alleen, zo'n stok naast hem. Nou, er werd mest uitgereden. Ik zeg, nou, dan ga je maar eens kijken dan wat er aan de hand is. Ik denk, nou, dat vertellen ze hem wel eventjes en dan is het voorbij. Nee hoor, de wagen moest stopgezet worden. En de volgende morgen kwam hij nog met twee andere collega's kijken wat we toch wel aan het doen waren. En nou, waar kreeg je de proces? En toen hebben ze proces wel opgemaakt. Herman weigert de boete te betalen en laat het tot een proces komen. In 1999 is het dan zover, maar ditmaal hebben ze pech. De rechter vindt dat het uitrijden met de nieuwe mestkar in strijd is met de wet. Hiermee slaat hij het advies van de deskundige Verkerk van het ministerie van Landbouw in de wind en geeft de politie gelijk. Kok wordt schuldig bevonden, maar krijgt geen straf. Herman en zijn zonen zijn hier verbolgen over en gaan dan ook in hoger beroep. Om van het gezeur af te zijn, huren ze voortaan een mestinjecteur. Eerst moeten ze hun dikke mest mengen met veel water, want anders loopt die niet door de slangen. Maar kok zou kok niet zijn als ze dit niet op hun eigen manier zouden doen. Er is nog een tweede methode en dat is meer het sleepslangmethode als het ware. Dus dan breng je als het ware een beetje onder geweld door middel van een... je kunt het lichtjes doen met deze, als je hem heel lichtjes laat gaan. Je drukt als het ware het gras opzij. En je trekt als het ware een beetje met geweld, trek je als het ware het ietsjes open. En dan leg je de mest onder het gras neer. Op de grond. Ja. En dat is een beetje wat ik bijna probeer te doen. Want het liefst heb ik het gewoon, net zoals een koe, gewoon bovenop op de graszoden liggen. Dat je de politie op je dam hebt staan met je zegt als je het met een giertank uit gaat rijden. Terwijl dit voor mijn gevoel eigenlijk op hetzelfde neerkomt. Of heb ik dat fout? Wat we nu doen, zoals ik het nu doe met deze machine, komt het bijna op hetzelfde neer. Alleen je legt het iets geconcentreerder neer, dus dat bevalt me nog niet helemaal. En liever ga ik nog steeds met de giertank, dat het helemaal mooi verdeeld is. Maar met deze methode hoeven we de politie niet te verwachten? Deze methode verwachten we geen politie, nee. Ze zien het op rijtjes liggen en dan is het goed. Ja, wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. En wat de politie niet ziet, dat ruikt hij niet. Volgende week in Het Land van Boer Kok. Ja, wacht maar, wat komt er? De krant, alles. Massaal, moet ik terugtrekken, hè? Gewoon terugtrekken. Kom, Wim, waar gaat het dan? Je bent aangehouden.